Goedenavond, het is dinsdag 2 mei. Dit is Editie NL. Daar heb ik geen slapeloze nachten van. Nee? Ik kan enkel maar beter worden. En niet alleen in het stadje Haastrecht zijn ze benieuwd. Ook podcastliefhebbers smullen van het mysterie van een 100 jaar oud pakketje dat eindelijk open mag. Ja, het gaat om een verzegeld pakketje uit 1923. Het is van een vrouw uit een rijke regentenfamilie, Paulina Bisdom van Vliet. En ze liet het na bij haar dood en ze schreef erbij: niet openen voor er 100 jaar na mijn sterfdag zijn verlopen. Mooi, verlopen met dubbel O. Ja, dat is om precies te zijn op 1 juni aanstaande. Bijna dus. Ja, in de podcast Het Geheim van Haastrecht speculeren ze er flink op los wat erin zou kunnen zitten. En over zo'n mysterie, een podcast maken is een beproefd recept. Zo heb je in deze categorie ook Het Geheim van het Meisje met de Parel, De Verdwenen SS'er en bijvoorbeeld De Jurk en Het Scheepswrak. Ik heb er wel wat te luisteren, zie ik. Dat denk ik ook, ja. Het zijn natuurlijk allemaal verhalen die onopgelost, onbekend en soms onverklaarbaar zijn. En juist daarom vinden we het heerlijk om ze te binge-luisteren. Heeft u al een beetje last van slaaploze nachten? Soms wel, ja. Ja? Ja. En u weet waar ik het over heb? Ik denk het wel, ja. Ja, over dat doosje uit het museum. Ja? Ja. Ja. Nee, daar heb ik geen slapeloze nachten van. Nee? Het kan enkel maar beter worden. Ja, de inwoners van Haastrecht hebben nog steeds warme gevoelens voor Paulina. Wat heeft Paulina Bisdom van Vliet nou eigenlijk betekend voor Haastrecht? Nou ja, haar sporen in Haastrecht die kan je nog op heel veel plekken zien. Zoals dit? Hier bijvoorbeeld, deze prachtige overtuin. En die ligt voor haar voormalige woonhuis, het museum, dat is daar. Dat is haar huis, ja. Nou ja, en dan is nog een derde plek, Cultuurhuis Concordia. Dat heeft zij gesticht voor het verenigingsleven van Haastrecht. Ja, en ook nu houdt ze dus de gemoederen bezig. Eigenlijk regeert ze al 100 jaar nog over de graf heen met dat mysterieuze pakketje. Liebe maakte er een podcast over en die is ontzettend goed beluisterd. We houden van dit soort verhalen. Als je kijkt naar gewoon überhaupt social media, internet, dan heb je het over de clickbaitachtige titels. Die gaan natuurlijk ook allemaal van 10 dingen die u niet wist over en het geheim van succesvol zaken doen en dat soort dingen. Ja, dat trekt gewoon waanzinnig aan, omdat het impliceert dat het iets is wat niet heel breed zeg maar beschikbaar is voor mensen, maar dat ik nu een kijkje in de keuken krijg. Paulina Bisdom van Vliet? Ja, daar heb ik wel eens over gehoord. Ja? Ja. Is dat iemand die iedereen hier kent? Nou ja, ik denk het wel. Wordt ook wel een beetje opgeklopt. Ja? Ja. Ja? Ja. En bakken verkoopt ook veel lucht. Nou, dit wordt ook een soort luchtig verhaal. Een verhaal met misschien wel een bijzonder einde als 1 juni het pakket geopend wordt. Wat hopen we dat erin zit? Ik weet het niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, niemand hoort het. Het boeit mij niet. Hier in Haastrecht heeft men de wildste ideeën. Dat gaat van openbaring van buitenechtelijke kinderen tot misschien wel dat het museum ophoudt te bestaan. En waar iedereen toch een beetje op hoopt is die pot met geld. Ja, alles is relatief. Het grootste feest was nog wel toen Hein Vergeer wereldkampioen werd. Kijk, ja. Dat was wel dan gaat u ook al een tijdje mee. Ja, en even ook nog heel eerlijk, de dag dat de Tour de France erbij kwam. Het was ook een bijzondere dag. Oké, dus we hebben dan de dag dat Hein Vergeer wereldkampioen werd, ja. De dag dat de Tour de France voorbij kwam, ja. En misschien wel de dag dat het pakketje van Paulina Bisdom van Vliet geopend werd. Ja, dat de doos open gaat. Ja. Ja. Hopelijk weten we dan snel wat het geheim van Haastrecht is. Wat een mysterie. Wij zijn er morgen weer, heel graag. Tot dan. Nog een fijne avond. Fijne avond.